Vandaag, precies, 26 februari, precies dus 200 jaar geleden... vond een van de meest besproken ontsnappingen uit de geschiedenis plaats. Napoleon, gevangen op het eiland Elba, slaagt erin om met een bootje terug te keren naar Frankrijk. De keizer van weleer, nu de schurk van Europa, weet met zijn charme het Franse leger weer aan zijn kant te krijgen. En zonder één schot te lossen, rukt hij op naar Parijs. Zijn comeback was echter van korte duur en eindigde met de bekende slag bij Waterloo. Over de laatste 100 dagen van Napoleon, Bart van Loo. Bart, even niet verrassend dat je hier zit. Je hebt dit kloeke boek geschreven over Napoleon. Ik zag een advertentie op een van de voorpagina's van 150 druk. Moet ik je daarmee feliciteren? Dat is fijn, dank je wel. Dan ben je in ieder geval gelegitimeerd als autoriteit. De 100 dagen van Napoleon begonnen 200 jaar geleden. Wel, na desastreuze militaire campagnes in Rusland, in Spanje, in Duitsland is Napoleon uitgegroeid tot vijand nummer 1 van een getergd Europa. Op Elba, naar waar hij verbannen is, laat hij uitschijnen dat hij daar wel blijmoedig zijn oude dag wil slijten. En zo sust hij zijn Britse bewaker in slaap, die regelmatig met zijn minares gaat vrijen in Italië. Napoleon ruikt zijn kans, stapt in een bootje, ligt het anker en zet koers naar Frankrijk. En dat, Matthijs, is wat exact op dit moment 200 jaar geleden gebeurt, nu bij valavond. 26 februari. We beleven op dit moment een moment van historische gelijktijdigheid. En dat is een evenement dat Europa zal dwingen tot een precaire pirouette. 3 dagen later is hij in Frankrijk en daar zijn beelden van. Enfin, de boeren die op het strand rondlopen, die zijn verbaasd om Napoleon weer in hun land te zien. Ze zijn nog meer verbaasd dat hij dat doet met zo weinig manschappen. En ze zijn helemaal verrast wanneer ze hem horen zeggen, net zoals je zelf al zegt, dat hij Frankrijk gaat veroveren, heroveren, zonder één schot te lossen. De recordmars naar Parijs wordt ingezet. Het zuiden is een vijandig gezin, dus hij moet langs de Alpen. Het is een tocht van 840 kilometer te voet die hem wacht. Dat scheidt hem van Parijs. Daar is hij nog lang niet, maar wij zijn daar, hop, nu ineens wel. Juist. In Parijs zit Lodewijk de 18e. Dat is een vatzige koning. Die krijgt op 5 september een verzegelde brief overhandigd die hij met zijn dikke opgezwollen vingers bij de kootjes ingesnoerd als kleine worstjes. Krijgt hij die niet open. Hij moet zijn tanden gebruiken. Hij leest over de landing van Napoleon. Haalt zijn schouders op, geeft die brief aan zijn minister van Oorlog. Die haalt ook zijn schouders op. De teneur is, dit varkentje zullen we snel wassen. Even terug rechtstreeks over naar het varkentje in kwestie. Die stapt rustig verder. Die is ondertussen in de Alpen aanbeland, in Lafray. Zeer belangrijk. Het eerste treffen, historische treffen, tussen de troepenmacht van de koning en de kleine bende van Napoleon. De soldaten van de koning staan klaar, het geweer in de aanslag, om de keizer neer te knallen. Napoleon die weet dat hij maar één ding kan, dat hij twee dingen kan doen. Sterven of verleiden. Hij kiest voor het tweede. Hij stapt alleen die soldaten tegemoet, roept hen tot hen. Goede soldaten, herkent uw keizer. Wilt u hem doden? Doe het nu. Die soldaten die weten niet wat er gebeurt. Die voelen hoe hun geweer begint te trillen in hun handen. Er is er één die zich niet kan inhouden, want dit was wel tot voor kort hun geliefde keizer. Die roept, vive l'empereur, leve de keizer. Die anderen opgelucht, die vallen in. En als één man collectief omhelzen zij Napoleon. We bevinden ons in Lafray. Lafray is op 30 kilometer van Alpe d'Huez. Dit is geen reguliere klassieke ronde van Frankrijk. Maar we mogen wel zeggen dat die 7e maart 's avonds Napoleon een symbolische gele trui mag omgorden. We bevinden ons op 30 kilometer van Alpe d'Huez. En we bevinden ons ook op 1200 kilometer van een plek waar deze muziek weer klinkt. Even ademhalen, Matthijs. Dat mag ook in jouw Zeker. Programma. Weense muziek, Weense patisserie, het congres van Wenen. Het kruim van Europa is samen om taterend en dansend op de tonen van de Weense wals Europa, het post-Napoleontische Europa, opnieuw in stukken te verdelen. 4 woorden zijn genoeg om het feestje stil te leggen. Hij is in Frankrijk. Alles valt stil. Een man die aanwezig is, die schrijft later in zijn memoires, het was alsof 1000 kaarsen tegelijkertijd werden uitgedoofd. En Europa kruipt bij elkaar in een klein hoekje in Wenen om na te denken, wat moeten we nu in godsnaam met die Corsicaan doen? Die Corsicaan in kwestie die is ondertussen verder opgeschoten. We weten, hij is geland in het zuiden van Frankrijk. Lafray is gepasseerd. Ondertussen heeft hij ook Lyon ingenomen, Grenoble, Auxerre, Bourgondië, van heinde en verre komen allerlei boeren aanlopen met een muntstuk in de hand. Zo van, ja, het is echt, het is de keizer. We herkennen hem. En al de troepen die de koning stuurt, die scharen zich aan de zijde van Napoleon. Napoleon die akelig dicht bij Parijs komt. In Parijs,
Op 19 maart zal een door jicht en vraatzucht tot een slome invaliditeit veroordeelde Lodewijk de 18e in een koets worden getakeld. Die koets vertrekt, er komt een lakei nog aanlopen, te laat met een doos. De koning is zijn pantoffels vergeten. En de man die op weg is naar Gent, waar hij naartoe vlucht, de koning die als een hond uit zijn paleis is gejaagd, die zal onderweg de eeuwigheid halen met de woorden: het meest mis ik mijn pantoffels. Een dag later, op exact dezelfde plek, zal Napoleon niet in, maar uit een koets worden gehesen en voortschommelend op de schouders van een mensenzee wordt hij de trappen van het paleis opgedragen. En Matthijs, het onwaarschijnlijke is gebeurd. De man die goed was voor miljoenen doden, die is erin geslaagd om op 3 weken tijd zijn land, zijn volk en zijn leger opnieuw te charmeren en voor zich te winnen. En hoe? Alleen maar door zijn hoed te laten zien. Het is een episch verhaal, het is een prachtig verhaal, maar het is een verhaal dat zwanger is, helaas, alweer van oorlog. Want die mars op Parijs is natuurlijk alleen maar goed voor een mars linea recta, rechtstreeks naar een trassig weiland in België. Waterloo, de meest tot verbeelding sprekende, de meest mythische slag van Napoleon, maar ook zijn meest overbodige slag. Zijn zinloze slag. Ik bedoel, alweer tienduizenden nutteloze doden. Het is interessante materie voor de geschiedschrijver, dat geef ik zeker toe. Maar ik had ervoor geen geld ter wereld willen bij zijn bij die slachting. Maar helaas, er valt niet aan te weerstaan. Ik knip in mijn vingers en hop, het is 18 juni 1815. En wij zitten met z'n allen nu op het slagveld van Waterloo. En wij kijken door de ogen van Napoleon. Wat zien wij? Wij zien 200.000 krijgers op minder dan 5 vierkante kilometer bij elkaar gehakt. Het is het kleinste slagveld uit het leven van Napoleon. Stop. Even. 5 tellen. Ja, gewoon voor iedereen. Even. Het wordt spannend namelijk. We staan in die slag van Waterloo. Even 5 tellen. Even suplas. Gaat goed. Je bent in topvorm. Nu, lekker snel. De slag bij Waterloo. Ben je klaar? Ja, de slag bij Waterloo. Oké. Okay. Sorry. Ja, de wereld draait door. De slag bij Waterloo. Napoleon is de koning van het kanon. De keizer van het geschut, artillerist tot in de kist. Hoor maar. Tja, voilà. Maar tevergeefs. De geallieerden staan te verdekt opgesteld. Dan is het aan het voetvolk, honderden soldaten op een rij. Daarachter weer honderden soldaten, dat eindeloze keren herhaalt. Die stappen het veld in. Het is gewoon knarsend kanonnenvoer voor de vijand. Ze worden weggemaaid. Waar is die listige Napoleon van weleer? Die vraag kunnen we ons wel stellen. Dan storten zich meer dan 4000 Franse paarden in de strijd. Deze cavaleriecharge kondigt zich aan als de militaire stunt van de eeuw. De zon fonkelt aan de hemel als een badkuip vol gebroken spiegelglas. En die tovert een schittering op al die borstharnassen. Het lijkt alsof de zon ter aarde is neergedaald en mee met die paarden over de waterloze velden holt en rolt. Tevergeefs. Want met hun carrés, met hun vierkanten, weten de geallieerden daar ook wel raad mee. En zo gaat de strijd verder, op en aan. De overwinning kan aan beide kanten vallen. Maar plots in de verte een stofwolk. Napoleon zegt Fransen. Napoleon vergist zich. Het zijn Pruisen. Wellington juicht. Hij stuurt zijn troepen vooruit. En een door aanbijen geplaagde Napoleon. Wat verklaart dat hij niet in topvorm was. Zal het slagveld van Waterloo verlaten. Stop, chrono. Voilà, hier zijn we. Zo. Goed gedaan, man. Ja. Dit was de slag bij Waterloo. Ja, kort genoeg. Kort, een tussenapplaus. Tussenapplaus. Ga door. Ja. Waterloo, 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 treurig veld. Zoals een golf in een te volle urnenweld. Is in je heuvels, je dalen, je bossen op en aan. De dood in trieste regimenten opgegaan. Zoiets moet Napoleon gedacht hebben toen hij vluchtte naar Parijs. Waar hij gevangen wordt genomen. En Europa gooit hem zo ver als ze kan in de Atlantische Oceaan. Het einde van de wereld, Sint-Helene. En daar, in het gat van Pluto, zal Napoleon, verlaten door Jan en Alleman, zal hij zijn legende schrijven. Enfin, hij zal zijn legende dicteren. En op die manier postuum nog heel de wereld veroveren. En zo kan het dus wel waar zijn, zoals ik in mijn boek schrijf, dat Napoleon misschien wel strandt als veldheer in Waterloo, maar dat hij overwint als schrijver op Elba, als dicterend schrijver. En dat hij dus eigenlijk tot zijn laatste zucht zal blijven wat hij altijd is geweest, een dictator. Nou ja, jongens, Bart van Loo! Ja, ik moet er gewoon.
zit naar je te kijken. Ja, ja. Je hebt het record snel praat van Matthijs van Ja, ik sta absoluut op nummer 2. Ja, hij heeft me een beetje gedwongen. In juni, we hebben het over Napoleon nog steeds. In juni kunt u bij de reconstructie van de slag bij Waterloo zijn. Wist jij dat? Tickets zijn verkrijgbaar via waterloo2015.org.